deze week in de media heeft Olde Vester naar buiten gebracht dat de grootste voetbalvereniging van Steenwerkerland en het trainersduo Leo Blom en Jan Derk Brandsma het contract met een jaar verlengd hebben. Waarom? Omdat we heel blij zijn om te mogen verlengen. Wederzijds vertrouwen vanuit de groep, ik denk vanuit het bestuur. En voor ons perfect om daar gezamenlijk wat mee te doen. Nog een jaar. Dus er zit nog rek in de groep? Er zit nog rek in de groep, dat zie je nu wel. Kijk, we draaien nu al beter dan vorig jaar op dit moment. We staan op de tweede plek. We hebben nog volop mogelijkheden om goed naar boven te kunnen kijken. En we hebben een groep jonge jongens in de groep waar we wel mee verder kunnen, waar groei in zit. Jullie hebben ooit het team zover gebracht dat wij een stabiele eerste klasser werden. Dat heb je altijd geroepen in het verleden. Wat zijn de wensen nog meer? Ja, de wensen zijn altijd meer. Of het realiseerbaar is, moet je blijken. Maar het leek ons natuurlijk wel mooi als je van derde klasse, tweede klasse, eerste klasse. Ja, er hoort dan nog één klasse bij wat je dan nog niet hebt gehad. En waar wij zelf als trainers wel al van geproefd hebben. Dus die hoofdklasse die trekt wel. Het is alleen zo dat als je nu uitroept en je schreeuwt het van de daken, zeker op deze dag. Dan zal iedereen zeggen, ja, dan heb je verwaand. Maar aan de andere kant mag je ook best zeggen dat je een idee hebt en dat je visie hebt. En dat is wat we graag willen. Maar verschrikkelijk moeilijk, hè. Jullie willen gewoon naar de hoofdklasse. Nou ja, kijk, het is heel simpel. Als je willekeurig iemand hier in de regio Steenwijk, of trek maar een straal van 40 kilometer om Steenwijk heen, over Olde Vester praten, zeggen ze, fantastische jeugd, goede jeugd, speelt allemaal op divisieniveau. Het tweede staat bovenaan in de reservehoofdklasse. En het eerste speelt eerste klasse. Eigenlijk zou het eerste hoofdklasse moeten spelen. En dat is nog steeds niet het geval. En wij zouden graag de trainers zijn die kunnen regelen. Jullie kunnen weer de politiek ingaan. We willen naar de hoofdklasse. Punt. Ja, nou, wij zouden het leuk vinden als ons dat zou lukken. Echt waar? Jij zult het wel in, hoor ik net. Dus, nee, dat is onze wens. Nee, ja, precies. Dus onze wens ook. En daarom, dat zeg ik toch ook. En daarom vind je elkaar. Alleen, ik ga het niet van de daken afschreeuwen. Dat doe ik niet. Maar als jullie de kans niet zien. Nou, dan heb je, vult het alweer voor ons in. Zie je dat? Mooi doe je dat. Ik zeg de meest verstandige woorden. Dat wou ik het maar belaten. Gefeliciteerd de club en jullie. En ik denk de supporters ook. Wij zijn er ook heel blij mee, man. Daar houden we daarop.